Nu is het nog rustig in Den Helder. Maar donderdag zal hier een optocht aan prachtige schepen de haven binnenvaren. Toch is het eerste tollschip er nu al. De 100 meter lange Ara Libertad uit Argentinië. Maar denk niet dat de bemanningsleden gezellig Den Helder kunnen verkennen. Want er zijn problemen. Dit schip is een aantal dagen eerder hier gekomen omdat ze problemen hadden met het besturingssysteem. Daarom was het ook nog maar de vraag of ze überhaupt open zouden zijn tijdens SIL en de marinedagen. Maar we zijn er nu druk mee bezig. Ons onderhoudsbedrijf samen met de bemanning gaat de problemen oplossen. Maar het gaat toch wel goed komen dus allemaal voordat SIL begint? Daar gaan we wel vanuit. Ja, daar gaan we wel vanuit dat het schip gewoon opengesteld is voor het publiek. Het ruim 50-jarige opleidingsschip heeft 357 bemanningsleden en is een van de snelste tallships ter wereld. En daarmee is de Libertad een van de blikvangers tijdens SIL. En dat is nu al te merken. Want ook al kan het grote publiek het schip pas donderdag zien, vanaf het water trekt het schip nu al veel bekijks. En ook veel marinepersoneel is al komen gluren. Het is natuurlijk toch wel een heel bijzonder beeld, dit soort oude schepen in onze marinehaven. Ja, dit is natuurlijk prachtig. Aan de ene kant hebben we onze moderne marineschepen, de prachtige grijze schepen, samen met de authentieke tollships. Dit is een hele mooie combinatie van oud en nieuw. En het is echt een waanzinnig uitzicht.